NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Rico Drost, hoe is het om langzaam maar zeker weer ritme op te doen? Ja, het is lekker. Op een gegeven moment ben je er wel klaar mee met de blessure. En, ja, je hebt het gevoel dat het wel kan, maar je krijgt gewoon van dokters te horen dat het nog niet verstandig is. En, ja, dat is dan wel lastig, maar ja, het is wel lekker om op het veld te staan. Hoe dicht ben je voor je gevoel tegen een rentree aan van in het eerste elftal bij NAC? Nou, conditioneel ben ik op zich staat er goed op. Alleen ja, je mist wat wedstrijdritme en daarom zijn deze wedstrijden weer belangrijk voor me. En doe ik ze ook tot nu toe, als het kan, doe ik mee. En ik denk dat gewoon nodig heb om weer op 100% te komen. En ja, ik denk nog 2 weken, 2 wedstrijden, dan hoop ik weer helemaal 100% te zijn. Als je binnen 2 weken weer echt helemaal op niveau zit, dan neem ik aan dat je ook wel weer wil gaan spelen in het eerste. Zijn daar al afspraken over gemaakt? Of zit je gewoon bij de selectie en kan het zijn dat Maaskant zijn goed draaiende formatie ook achterin laat staan? Ja, dat kan inderdaad. Het staat nu goed achterin bij NAC, dus ja, ik moet op mijn beurt wachten. Ik moet laten zien als trainer me nodig heeft dat ik er sta. En, ja, daar moet ik gewoon voor zorgen. En, ja, ik moet er gewoon kort achter zitten, achter die twee, achter Marcellus en Koch. En als ik daarmee hun prestaties ook een beetje kan verbeteren, dan ja, schiet het aan alle kanten. En Rico Drost moet dus weer gaan knokken voor zijn plaats. Ja, ja, maar dat is goed in de winst op dat ja, concurrentie in ieder geval toegenomen is. Want daar heeft het wel eerste seizoen zelf aan ontbroken. Ik denk dat we als team bij het eerst ook elke week beter gaan spelen. En ja, er moet nog wel wat gebeuren de laatste wedstrijd om ja, die play-offs te ontlopen in ieder geval. Hoe was het om de afgelopen maanden toe te moeten kijken met die schouderblessure? Want je zag jouw ploeg NAC niet altijd even goed voetballen. Ja, het is gewoon, ja, het is klote, vooral omdat ik het niet gewend ben. Ik ben eigenlijk nooit echt zwaar geblesseerd geweest en ja, ik heb voor de rest niks te klagen hoor. Ik ben gezond, maar ja, de schouder was voor het voetbal was het gewoon niet goed. En, ja, het is gewoon lastig om dan te moeten missen en op de tribune te verbijten. Ja.